Tess betekent prachtig, schoon en low, een open plek in het bos. Bij binnenkomst staat een bijzonder beeld dat velen wel eens gezien hebben vanaf het Zwarte Wegje. Tesslo als buitenplaats met bijzondere tuinen en waterpartijen van tuinarchitect Bert Huls op een plaats waar je het niet verwacht. De Orangerie is een gebouw wat sfeervol past in het gehele complex en waar vooral ruimte is voor kunst en bijzondere ontmoetingen die door Lisbeth Huls worden georganiseerd. Marleen Achter zong Franse chansons. En werd begeleid door een gitarist op de buitenplaats. De tafel was gedekt. En dan wacht je natuurlijk op de bruidspaar en de gasten. Maar die hebben wij die zondag gemist. Maar je zult er maar mogen trouwen op zo'n mooie locatie. Wij zagen een voor ons tot nu toe onbekende, serene omgeving met veel ruimte in letterlijke en figuurlijke zin. Om, zoals Lisbeth en Bert het verwoorden, om het leven te vieren in al zijn facetten. Een unieke plek in de toch al mooie groene parel van Brabant. Ja.